Maria Liberia Peters was van 1984 tot 1986 en van 1988 tot 1994 premier van Curaçao. Ze voelde zich meestal geaccepteerd als vrouw. Volgens Liberia Peters komt dat doordat de vrouw een belangrijke rol heeft in het Caribisch gebied. De rol van de vrouw in onze cultuur, in de geschiedenis, was ook erg belangrijk. Daarnaast moet ik zeggen dat ik dat ik vrij bekend was in het sociaal-maatschappelijk leven. Ik vind dat dat allemaal ertoe heeft bijgedragen dat toen ik minister-president werd, ik als vrouw geaccepteerd werd. Ondanks dat zij zich als vrouw wel geaccepteerd voelde, was haar kleur niet altijd makkelijk. Als jong zwart meisje, net uit Curaçao, was het flink wennen in het grotendeels witte Emmen. En dan kom je aan in Nederland en je hebt geslaagd voor je examen en je weet alles van de geschiedenis af. Dan kom je op school, moet die zwarte daar zijn kieken. En de kinderen renden naar alle uithoeken. Zwarte Piet, je vrouw Zwarte Piet. En dan ben je 17 jaar oud, voor het eerst weg van huis, denkende dat je een algehele of een brede kennis hebt van het land waar je gaat studeren. En dan word je zo ontvangen. Inmiddels leven we in 2018. Er is veel gebeurd op het gebied van emancipatie en acceptatie. Wat zou Maria de jonge generatie willen meegeven? Ja, kijk, het gaat om je eigen zelfesteem. Maar wat ik dus wel realiseer is de issue van huidskleur leeft nog. Okay. En dan is het belangrijk, ken jezelf, weet wie je bent en weet wat je wilt.